Ja, ik ben nu vooral, denk ik, van wat, hoe beginnen we überhaupt? Ja, Om dat de, vind ik ook moeilijk, ja, nee, omdat, snap je, we omdat. hebben nu wel leuke film dat we naar het vliegveld zitten, maar ik Ja. bedoel, die mensen die zitten te Ja, want kijken, het die is heel weten nog erg. helemaal niets. Nee, en hoe breng je dat verhaal? Want ja, dat je wil ergens dat dat een soort heel spontaan overkomt, maar misschien ook bijna dat mensen in dat verhaal glijden of Ja, zo. dat wil ik ook. Nee, maar ik Maar er bedoel is. simpel van hoe Ja, introduceren we dat is dit de verhaal? start, ja. Gaan we, Waar praten wij straks tegen de camera, we. Ja. zeggen we, dames en heren, we Dit is zijn in de Sint-Petersburg, we gaan burger. op zoek Ja. naar Gregory Peel, want Ja, zij weten niet eens wie weet ik Gregory niet. Peelman Nee. is. Bij Eels, maar we zijn een beetje te laat en dat is heel lullig en we hebben geen telefoonnummer. Hier moeten we heen. Klopt. Deze man gaan we achterna. Het gaat lukken. En dit is het. Hoe woont hij misschien in zo'n huis? Hij woont denk ik in een heel mooi huis, want hij is natuurlijk echt een mega het is aan het wetenschapper. Einde van de weg, dus misschien is daar een plek voor je auto. Ja. Het maakt mij niet uit hoe ik erop wil zitten. Kan dus, ik kan wel in mijn bed zitten hoor. Ik kan wel een stoel halen, zeg maar wat je wilt. Nee, ik kan prima zo zitten. Ja. Nou Arno, heel fijn dat we langs konden komen. Ja. En we zijn al ja, best wel verder met onze ja. zoektocht natuurlijk bezig. Ja. Maar als we het hebben over Peelman, wat denk jij dat de beste stappen zijn om te ondernemen? Om hem te vinden. Ja, we hebben al een ticket geboekt. We ja. gaan in maart ja. met z'n drieën naar Sint-Petersburg. We vroegen ons nog even af, oh jee, straks woont hij niet meer in Sint-Petersburg. Dat nou, hebben we nog niet gecheckt. Nou, ik heb wel gezien dat hij tot voor kort daar nog woonde. Oké. Okay. Want zijn moeder, je weet, hij woont met zijn moeder. Ja. Die had een oogoperatie nodig. Een serieuze oogoperatie. Oké. Okay. En ja, toen vroegen ze zich af, gaat hij nou de prijs wel aannemen? Want dan hij had niet het geld om die operatie te betalen, maar nu hebben de overheid al gezegd van wij willen het wel betalen. Dus wat dat betreft is dat probleem opgelost. Ja. Maar ik heb wel een e-mailadres van Sylvia Nassar. Dat kan ik je zo niet geven. Sylvia Nassar heeft hem in 2006 of 2007 opgezocht. Oké. Okay. En die weet dus waarschijnlijk wel waar hij woont. Wauw. En Sylvia Nassar heeft ook een heel mooi artikel geschreven, dat heb je misschien gezien, in de New Yorker. Dat is een lezer. Nee, niet. Ik heb dat wel. Zou ik sowieso lezen. Ja. Want zij is een journalist.
Ze is geschreven in New York. Voor een groot bloedje. Want op zich is hij geen fan van journalisten. Zij heeft hem opgezocht en ze vond een hele aardige man. Ja. Oh ja. Hij zei ook van, hij zoekt ook vrienden. Niet noodzakelijk in de wiskunde. Dus jullie zijn volgens mij goede kandidaten. Mm. Over wat voor een boeg zouden wij het dan moeten gooien? Dus we hadden het net in de auto al over. Eigenlijk moeten we hem... Ja, je moet hem toch wel raken gewoon met je persoonlijke onderzoek. In plaats van als een soort hier of een freakshow zoeker hem. Ja. Want dat willen we ook helemaal niet. Nee, dat snap ik. Nee, het gaat jullie om de zuiverheid volgens mij. Hè? Ja. En dat is precies wat hij dus ook voorstaat. Jullie reis kan op een verte niet mislukken. Mm. Het is gewoon een zoektocht. Ja. Ja. En wat het oplevert, dat kom je vanzelf onderweg wel tegen. Dat is juist het mooie. Ja. Dat is juist het mooie van de zoektocht. Het is een zoektocht. Alles is een zoektocht. Tenminste, als je zuiver wiskunde doet zoals wij dan doen, dan misschien 100 jaar later komt er een toepassing. Ja. Maar dat interesseert mij gewoon niet. Nee. Ik vind het gewoon leuk wat ik kan doen. Ik vind het mooi, net zoals een kunstenaar maakt een schilderij of jullie maken een voorstelling, whatever. Je hebt er verder geen bal aan natuurlijk. Maar mensen kunnen dat mooi vinden. Alleen tegenwoordig denken een heleboel mensen die niets van wiskunde weten, het moet allemaal toegepast zijn. Ja. De eerste wat ze altijd vragen, wat kun je daarmee? Daar kan helemaal niks mee. Ja. Ik wil ook helemaal niks mee. Als iemand een stuk muziek gaat luisteren, dan vraag ik toch ook niet wat moet ermee. Nee, dan luister je gewoon naar. Kun je mooi vinden of niet. Ja. De noten op lijnen, die kun je ook niet lezen als je geen noten kunt lezen. Nee. En die noten, die noten die stellen niks voor. Pas als je ze hoort, dan beginnen te leven. Ja, ja. Wiskunde, die formules, dat is op zich ook niks. Maar die ideeën die erachter zitten, dat is mooi. Dan begint te leven. Maar die formules stellen, dat zijn maar een soortje formules. Dat is geen wiskunde. Die ideeën, dat is wiskunde. De muziek, dat is het mooie, het noodgeslacht is. Deze week vanuit Nederland, hier in het mooie Sint-Petersburg. En dan dacht ik, maar weet ik niet zeker, om u te ontmoeten. Ja. Wij zijn een klein theatergezelschap bestaande uit Ilse, Wouter en Lonne. Wij zouden het erg bijzonder vinden u kort te ontmoeten. Wij zijn in de stad van 15.03 tot en met 20.03. En dan dacht ik iets van, maar ik weet dan niet zo goed wie, dat weet jij beter, Ilse. Een soort referentie of zo van, nou, we spreken deze week ook met meneer Verschik. Nee, we willen ook niks naars van hem. Dus dat is gewoon onze kracht. We willen niks naars. We bewonderen hem. We hebben een groot persoon van hem gemaakt. Hij staat symbool voor van alles. Dus we komen hem niet pesten. We willen alleen maar zeggen hoi. Hoe gaat het? En wil je please met ons op de foto? Eten en toen belde Lena. Zij is onze contact hier. Zij gaat ons de komende dagen een beetje begeleiden. We hebben een brief laten vertalen voor Grigory. En die gaan we vandaag bij hem op de post doen. Ja, hier staat het. I'm not sure if it could be useful, but in an address book of St. Petersburg, there's Perelman's mother and address. Her name is Lobovna. Media says that Grigory is living with her. Dus als dat zo zou zijn, zou dat fantastisch zijn.
Dat bedenk ik nu. We hebben niks. En dat is, oh, dat is echt ontzettend belangrijk, heeft Henk Kern gezegd. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Als we moeten echt iets hier op de markt. Ja, nee, maar echt iets goeds. Ja, het kan geen flutcadeau van een marktje zijn. Geschikt cadeau. Hier. Even nog in de etalage kijken. Twee teetjes en bruin, bescheiden kleuren. Bij mij mondt het uit in misselijkheid. Hysterisch doen qua emotie, dus waar wij normaal een overtuigingskracht hebben als zijnde compagnie Merelman vanuit, oh wauw, proberen we nu bescheiden en artistisch leesbaar. Ja, ja, en ik doe ook mijn oorbellen nu uit. Oh ja, ik heb wel gelezen dat hij niet houdt van nagellak of geen nagellak. En hij houdt sowieso misschien niet van vrouwen. Nee, that's where you come in, Wouter. Ja. Als ik één groep moet worden, moet ik het zeggen. Ja. Ja. Hier moeten mensen uit. Ja. Ik vind het echt ongelooflijk dat hij gewoon in zo'n soort gebouw woont. Terwijl hij gewoon heel rijk zou kunnen zijn. En dat zegt wel echt iets over iemand. Maar is dat niet ook gewoon onderdeel van de mythe van wie hij is? Ja. Is het niet juist dat hij hier woont wat hem dus speciaal maakt? Of? Tuurlijk, maar het is, nu word je wel geconfronteerd met hoe die huizen er echt uitzien. Ja, je denkt wel, je had ook een miljoen kunnen hebben. Ja. Ja. En spannend dat wij dus, we hebben bedacht van, hij staat symbool voor ons, voor van alles. We hebben hem natuurlijk nog een grotere mythe gemaakt. Mm-hmm. En dat hij het natuurlijk helemaal niet is en helemaal niet wil zijn. Waar staat hij dan symbool voor jullie? Voor een man met een missie. Iemand die echt ergens voor durft te gaan en is gegaan. Iemand die een hele pure zoektocht durft te volgen en dat dus ook... Ja, onbaatzuchtig om het zomaar te zeggen, doet. Het gaat hem echt om de zoektocht. Om het vinden van zuivere antwoorden. Maar jongens, ja. Wat gaat er door jullie heen? Nou, ik had net wel, toen ik ook in die metro sowieso zat. En daarna door die gangen liep van die cappuccino metro. Dat ik me zo heel erg dan bewust was van, hier heeft hij dus heel vaak... gelopen. Of dit is gewoon wat hij kent. Hier heeft hij heel vaak gezeten. Nog dit steeds. Ja, als het goed is en hij woont hier nog steeds. En dat is dan, maar ik kan dingen altijd heel groot maken, maar dat is dan best wel zo'n mythische ervaring. Dat je denkt, heb ik hem zo groot gemaakt en nou lopen zijn voetsporen. Naar jou, Lonne. Nou, bij mij eigenlijk merk ik vrij weinig. Ja. Een soort, de spanning vertaalt zich in een bepaalde vorm van apathie. Ja. En ik denk vooral, ja, laat maar doen. Hier is het. Aanbellen ook gedaan. Dus ik ben gewoon zo benieuwd naar of dit een totale aanfluiting wordt. Ja. Of best wel gaaf. Of weet je wel, ik ben gewoon te nieuwsgierig naar wat we binnen nu en een half uur of binnen nu en 20 minuten meemaken of niet. En jij? En ik, ja, ik. Ik merk dat ik een soort van de veiligheid van de cameraman ben, omdat we hem niet meteen gaan filmen. Nee.
En dat ik daardoor eigenlijk nu even buiten schot blijf. Behalve natuurlijk als hij zegt kom maar binnen, dan word ik wel bang. Ja. Want dan weet ik niet wat ik moet doen. En we gaan denk ik niet meteen filmen. Nee. Ik denk dat we maar moeten gaan lopen. Gaan. Ja, die kant op. Gaan we. Oh. Moet het zijn. Mevrouw. Het is niet te open. Via de intercom. Ik zal het cadeautje wel ook vast. Heb jij de brief? Moet er eerst inkomen. Ja. Moet ik nog iets? Ja, we moeten nu vragen mevrouw Lubovna en dan zegt ze dat. En dan, ja, wat dan? Ja. Dan spreken we echt geen Russisch. Nee. Want er is ook geen brievenbus, hè? Nee. Dan wachten we even tot er iemand naar buiten komt. Ja. Wat natuurlijk echt niet oké is. Maar jullie vinden het niet oké om de naam van Gregory Perelman dan te noemen? Ja, natuurlijk wel. Ja, maar ik weet niet of ze dat juist afschrikt zegt no. Want dan denkt ze het is pers. Ja, het is pers. Ready Freddy's. Moet ik nog iets filmen? Ik denk nog niet dat dit op iets uitloopt. Dus ik denk het ook niet, maar laten we het gewoon doen. Dit is een bel toch? Ja. Nee, je moet het nummer intypen, dus typ 355 op die nummertjes en dan gaat hij bellen. Oké. Echt? Ja, tuurlijk. Je staat nu voor de camera, hè? Dan ga jij het zeggen. Ja, ga jij het zeggen? Nee. ik kom er wel bij. Ik film stiekem vanaf de zijkant, want dan ziet ze mij niet. Waarom gaat het maar door? Het is toch geen telefoon? Moet er iets met een sterretje? Jongens, nu zijn we binnen. Door toeval. Ik zie hier 355. Er zit een bus. Oké. Ja. Ik ga hier beneden dan. Duidelijk thuis. Oké.
Ja, je moet een foto maken voor de deur. Nee, ik denk onder de deur. Dit staat hier op een bankbol. Maar goed, we kunnen het ook voor de deur leggen of ertussen steken. Oh ja. Misschien dubbel vouwen of zo, ja. Eventueel. Post en de binnenkant. Waar is de licht? We gaan, toch? Of niet? Oh, dat is... How are you? Good to finally see you. Yeah, we're fine. Okay, yeah. Did you find the place? Yeah. Very easily. Yeah. Yeah. So yesterday we went to the Mr. Perelman's house. At least we think it's his house. Because okay. I also had contact with Alexandra. But she found this address in the phone book actually. From Perelman's mother. No. Or on the internet, I don't know. We don't have phone books with addresses. Mm. Then maybe, I don't know how she finds it. I think she it's not that hard to find it because at least there would be some directions or, you know, some forms like discussing because he's so mysterious. Yeah. Mm-hmm. So, yeah, there would be some information with some kind of directions which can or cannot be true. Well, I can look for it. Right now, but yeah. Now here it says, "Well, this is some video." Thank you. And this thing, the doorbell, I recognize. I think. Can no, but everyone has it. Oh. Oh yeah. Yes, this is the door. This is the door. Yes, it's. What do you see? We saw this yesterday. Yeah, we were there. The weather wasn't that. This nice. Is the door. But you could try it another time with them because it was in 2011 when this stuff from this cooperative that were trying to fix his plumbing problem. What was the girl in the beginning saying or screaming, this woman? So yes, she was, the journalist called and she said we just want to know something, some details. And then the lady from this staff, she said, no, I'm not allowed to speak to you. Stop calling me, I'm not speaking to any of the journalists and to anyone because you have already seen everything on the TV. Thank you.
so much for having us. Yeah. Well, please. Yeah, we are a theater group, and we're consisting of these three persons. And the first play we made was inspired by people who have a really dedication in their lives. And that's why we find Mr. Story Gregory Perelman. Story about what? About Mr. Perelman. And he was became a no, real... No, you already have this play, or you want to create it? No. I didn't know about this. Yeah. The situation is very strange. I was not enthusiastic about idea of claim a prize. No. All this history of this very important event, in a sense, not only complicate, but in a sense, humoristic, because the problem is well known, one of the main problem, of course, 100 years. If there is no Clay Prize, it will be some very important event for mathematics, but not for all for war. No, we wouldn't know about it. But I don't know. Well, some people told that fortunately his behavior was so extravagant, so the interest of mathematics becomes very high. Yeah. Not because of problem, London, but, because, but yes. Because first of all, I knew him from his first course, when he was a student of the first course, and moreover, he came to me when he was a fresh student and asked me about some problem. I gave him a problem, and in that time, we know that he is very excellent. He is an extremely talented guy, because he won the Olympiads and so on. Mm-hmm, and so mm-hmm. During his visit of US, he paid attention to the papers of Richard Hamilton, mm-hmm. You know this. And during this period, he becomes more and more separate, but nevertheless, he make a lecture. He was very good in communication, but less and less. Mm. When I asked him to give a talk on the meeting of society, he didn't want, because he told that all such talks are deceive of listeners, because it's impossible to say everything. Unfortunately, later he completely, in a sense, was locked. What happened when he got less and less and less good in this is, contact? You know, there is no, I think even he didn't answer on this question, because no. There's several possible explanation, I don't know. Mm. Well, why he refused of all prizes, of money and so on, this is important. This kind of behavior was very attractive for young guys, and that this changing together with his refuse and his behavior becomes some kind of new brand in all society, because people consider him as stupid, and as in Russian durak, who didn't get a million or so. But some of them, few of them, say, okay, well, maybe this is that's a good, good. Yeah. I don't know if he thought about this, but he probably didn't like, and he claimed this, that he consider scientific society as, in a sense, also corrupted. Mm-hmm. In a sense, it's also true. Anyway, after he decided that he gave everything, he wrote everything, he finished this, mm-hmm. He decided he probably dropped mathematics at all. And last time I have a talk by telephone many years ago. So it's one idea about this is very interesting. I'm not sure that this is true, but I know very serious people who consider this as explanation, that this is very high level of, how to say, thinking about himself. It's not interesting to play with you. Mm-hmm. I'm not sure yeah. that this is true, but
in a sense, behavior of this type. Another explanation, which I think is definitely not true, that this is some kind of disease. I think that this is not true. I think that he is normal in a sense, and so. But of course, his life is very strange. He never married. I don't know even he had a friend. About his interest, Smirnov will be tomorrow probably here. And he had contact till, I think, 2010, probably. So you can ask him. Yeah. And just now, maybe we will go to our lobby and to look at the director, if you want. Yeah. Hebben we die jassen nu mee? Ja. Lopen achter hem aan. Ik denk dat wij wel meteen doorlopen naar beneden, ja. Denk je niet? Should we follow him? Should we take our jackets? No. Just follow him. Okay, let's go. Shall we take our... Если хотите, можно вернуться. Давайте мы потом вернемся. Okay. По поводу этого письма потом, а вот насчет лаборатории. Scientific Council usually sits here. So. Okay, what do you want to ask? Well, we're a theater group. Actually, we're making a play, and we're doing research into the truth, the absolute truth, and if absolute truth does exist. Ah. And we think maybe if it exists, it might exist in math, because that's the most pure kind of truth there is. It exists in math, but somehow, so yeah, not as a, in the common sense well, meaning. Yeah. So, and also we are fascinated by Gregory Perelman. He used to work here. We took him as an example for one who's doing dedicated research into truth. Mm-hmm. Well, but somehow I'm a little bit tired from questions about Perelman. Yeah, so there's no problem. you know, after his discovery, something happened to him mentally. I don't know. I don't mean that he's mad or something. But. Probably he became exhausted of this creativity and so on. He claimed that he wanted to leave mathematics. And he fulfilled his intention, really. Yeah. So, basically, that's all. Yeah. Thank you. Do you want another piece of sightseeing inside this building? We have another piece like that. Oh, of course, yes. Okay. Thank you.
weer dicht. 3, 5, 5. Ik zeg wel gewoon Mr. Perelman, hè? Ja. De bocht naar de bocht. Hallo. Iemand keek wel. Dit was het. Ja, dan de, ik denk dan wachten. Kom maar. Ik ben weer binnen. Ja. Ons kijken hier en de buurman. Ja. 3,55 lijkt leeg. Wat is dat? 3,55 is leeggehaald, jongens. Oh my god. 3,55 is leeggehaald. Maar hebben wij daar iets in gedaan? Nee, maar gisteren zat hij helemaal checken. Wat er voor zijn duur. En anders, kijk of je iets kan zien aan de adres. Nee, het is niet leeg, er zit nog van alles in. Maar gisteren leek het wel voller, of het is verplaatst. Meer als indruk van gisteren. Ja. Ik doe even de camera uit, oké? Kijken we straks al. Misschien gaan we bij Helman ontmoeten, maar niet. Misschien niet. Oké. Lonne, kun jij beginnen met weer niet? Ja, weer niet. Maar daar komt zeker geluid vandaan, maar we moeten daar aanbellen, maar je weet helemaal niet of zo iemand überhaupt Engels spreekt of dat iemand boos wordt. Mm-hmm. Daar zijn, hoor ik ook mensen. Mm-hmm. Daar. We kunnen de naam van de moeder, heb jij een boekje? Dat we haar naam kunnen gaan lezen. Mm-hmm. En dan van Pilman kunnen we ook naar iets inbeelden. Jawel, dat durven we wel. Ik denk dat we nu eerst die gemelde camera bij moeten houden. Dus maar ik heb hem toch ook aan? Ja? Ja. Op zijn naam, hè? En dan zie je speak English voor de. Gewoon, ik zou die naam doen. Hallo, Serena. Do you speak English? We're looking for Mr. Bill. Вы Гриша, что ли? Yeah. Его нет. 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 Oh. Я не знаю, где он. Вчера уже приходили с погонами люди. Если вы speaking English. Oh, you were speaking English. Okay. Вчера приходил представитель власти. Uh-huh. Разыскивали его. Я не знаю. Не могу вам сказать ничего. Окей. Окей. Okay. Okay. Thank you very much. Goodbye. Bye-bye. Goodbye. Wat zei die allemaal? Dat is ook goed. Ja, dit is ook heel erg op slot. Oh my god. Nou, ergens dacht ik daarnet, voordat we naar binnen gingen, mm-hmm. van oké, dan gaan we nu hier op dit hekje zitten of ergens in de zon en dan, dan halen we wat drinken en dan zitten we hier een uur. Mm-hmm. En nu weet ik even niet hoe ik daarover denk. Als hij niet thuis zou zijn, bedoel je? Of was er niet ja, als hij, te wachten, ja, als hij niet thuis zou zijn of om iemand anders te kunnen spreken. Maar bij die meneer, nou, hij had er geen last van of zo, maar het was niet echt van een warm niet, welkom. We hebben wel ingebroken op zijn privacy. En alles blijft natuurlijk interpretatie, want je weet niet, Russen zijn niet
vriendelijk lachen. Nee, dat is zij altijd wel zo. Ja, precies. Maar het ja, kreeg inderdaad niet een heel welkom gevoel. Ja. En die oogrol was wel duidelijk te zien toen de beeld. Kun je nadoen wat hij precies deed of zei? Zeg maar shit, moet naspelen. Ja. Moet ik dan anders zijn? Ja, dat is goed. Wow. Eerst hoorde hij heel veel hondjes blaffen. En toen deed hij een soort open. Do you know if Mr. Perelman lives here? Ik weet het niet. Hallo. Ja, die mevrouw kijkt nu ook boos. Ja. Nu voelt het een beetje nee, als... Nee, we gaan nu even weg. Nee, we hoeven niet weg, denk ik. Maar dit voelt niet wel raar om dit hier voor de deur na te spelen. Want stel dat hij het ergens ziet, dan zijn onze kansen nu verkeken. Als we theater gingen maken van aanbellen bij zijn buurman. Dan laten we dit niet voor zijn huis doen. Kom. En meer, ja, voel je meer als een soort indringer, terwijl we dat niet zijn. Ja. Ofwel. Terwijl we eigenlijk juist oprecht zijn. Ja. Maar het voelt ook raar om nu hier weg te gaan. Want we zijn hier. Aan de overkant van de straat, of niet helemaal we weg. We kunnen toch daar om de hoek? Ja, op, laten we daar even naartoe. Kom maar, Lonnie. Kom maar. Zit hier nog een keertje doen? Ja. Ja. Nou, mama is een buurman. Ja. Ik ben mezelf. Ja. Wat had er aan? En van mij mag je mag nog iets langer met grote schrik in je ogen staan, want jullie stonden echt wel 4 seconden niks te zeggen. Oh ja, klopt. Kom maar iets dichter bij elkaar. Ja, hij had een soort, hij was een beetje klein en gedrongen en hij had een hemd aan en hij zag eruit als een bouwvakker. Ja. Ding dong. Does Mr. Perelman lives here? De gasly dolf de gasly grisha. Ja? Ja, liefst hier. Ja, lala. Graag praten, verstond ik niet. Toon bleef een beetje zo. En toen deed expressie. Hij ook nog een soort. Ja, toen zei ik nog. Ja. Not live here, not live here. No. Toen keek hij zo door de deur heen. Yeah. Goodbye. Goodbye, zijn hij 3 keer. En ja. Heel hard. Maar of dat gewoon dat hij trots was dat hij het woord goodbye kende, of dat het hatelijk was bedoeld, dat weten we dat niet. Dat is onduidelijk. Misschien we moeten zo eens even terugluisteren. Misschien is het wel een beetje te verstaan met die man. Ja, ja dat en zou, kunnen we het alsnog vragen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Want dan weten we wat hij zegt en hiermee bedoelen we. Misschien bedoelt hij wel. Hij ligt in van, het ziekenhuis. Ja, het hij heeft met zijn schouder. Aan zijn schouder. Dus zij zijn nu. Nou ja, of misschien is dat een heel typisch Russisch gebaar. Wat betekent van hij is gevlogen of. Ja. Door je onder wie mij vraagt. Ja. Of ik bel de politie als jullie nu binnen 2 seconden niet weggaan. Precies. Zo voelde het een beetje. Of daarom wilden we denk ik ook snel naar buiten. Omdat je ook dacht, want je hoorde ook hem wel de deur nog op slot doen. Ja. Maar toen kwam het indringergevoel bij mij. Had jij dat? Had ik ook. En ook het gevoel dat hij alsnog weer, als we daar zouden praten en filmen, dat hij eruit zou komen. Wat was het? Ja. Zou ik zeggen. Ik zou liever hem denk ik hier tegenkomen. In het zonnetje op straat. Ja. Dan dat we hem bij hem thuis zouden overvallen of zo. Want ik denk, stel hij had net wel open gedaan, hij had de intercom niet beantwoord. Dus dan zijn we sowieso al een soort indringers. Is dus gewoon de conclusie, we moeten niet meer... Niet meer op deze manier, denk ik. Nee. Ik wil heel graag weten wat die man zei. Ja, en het is raar omdat je iets... Je vindt iemand juist heel bijzonder. Dus je wil die op geen manier lastigvallen. Maar dat doe je wel. Maar je kan hem niet bereiken zonder hem lastig te vallen. Ja. Of zo. Dus hij laat je geen keus. Ja, dat is kijk, dat als hij een principe mailadres van de kluizenaar natuurlijk. Ja, hij laat wil je niet geen gevonden keus. Worden. Nee. Maar ja, dus je doet het. Maar je wil hem juist niet... Maar wie zijn wij dan eigenlijk om hem überhaupt lastig te vallen? Ja, dat vind ik een goede vraag. Ja, dan doe ik dat nog even. Ja, nou is het geacteerd. Ja, maar wel belangrijk vind ik om de ware Wouter te tonen. Ja. Als we het hebben over integriteit, weet je wel. Ja. Waar onze andere voorstelling over gaat.
ja, waar ligt nou precies eigenlijk onze integriteit? Want we gaan nu achter een man aan die gewoon helemaal niet gevonden wil worden. En dat komt omdat wij vinden dat als hij ons ontmoet, dat hem dat wel... Ja, dat denken wij. Dat hij dat wel leuk zal vinden. Ja, dat wel speciaal zou zijn. Ja. Maar waarschijnlijk vindt hij dat dan ook gewoon irritant en kut. Nee. En toch gaan wij dus door. Ja, omdat je toch wel best wel een heilige overtuiging hebt dat het wel leuk zou zijn voor hem. Ja. Als mensen over hem horen praten, dan hoop ik wel dat het goed met hem gaat. Dat gevoel heb ik vandaag heel erg. Ik hoef hem helemaal niet te ontmoeten, maar ik wil gewoon dat het goed met hem gaat. Ja. Maar er zijn denk ik heel veel mensen die in eenzaamheid leven. Dus ik voel ineens een soort breder maatschappelijk. Ja, ik voel ineens een soort van, in zulke flat. In elk land van de wereld wonen allemaal mensen gewoon in de vergetelheid. En ook wat Verschik zegt van, ja, doordat hij zich zo heeft gedragen terwijl hij een publieke dankjewel had kunnen ervaren, komt dit onder de aandacht. Nou, hij heeft het per ongeluk over zichzelf afgeroepen. Ja. Ja, terwijl er zijn natuurlijk heel veel mensen die zo leven, die zich, weet ik veel, geen geld hebben of zich niet wassen of niet van mensen houden. Nee. Of sociaal onhandig. Stel dat zijn moeder sterft, dan heeft hij dus wel zijn zus, maar die woont in Stockholm, die spreekt hij maar heel weinig. Wist jij dat hij een zus had? Ja. Ja. Die zit ook in de wiskunde. Ze dweilen hier vaak, hè? Mm-hmm. Ja, ze zijn heel van het opruimen. Daarom ben ik ook bang dat onze persoonlijke brief ook gewoon opgeruimd is. Ja, dat kan. Ze dweilen hier waar je bij staat, de hele tijd. Wossel ook. Ik had niet verwacht dat zij zo schoon zouden zijn. Heel schoon. Ja, dit is zo onze missie, ineens nu. Ja. En ik heb me ook een beetje verbonden met hem. Ik heb het idee dat ik hem niet ken, maar ja. Ja, want jij, daarom moest jij vanmiddag huilen, omdat je echt beleefd was, omdat je dacht... Ja, dat klopt. Ik hou van hem. Dat Lonne, ik weet wel wie hij is. Niet wist hoe je... Zo voelde dat dan van, jullie denken dat ik niet weet, of Lonne dan in dat geval, hoe ik met hem moet omgaan. Ja. Alsof iemand zegt, je weet niet hoe jij met je vader moet omgaan. Ja. Omdat ik me extreem met hem verbonden heb. Omdat ik denk, ik weet heel goed hoe ik met hem moet omgaan. Maar dat is dus totaal niet waar. Het zou wel fantastisch zijn als hij een sms'je stuurt met, leave me alone. Ja, maar dan, weet je, maar dat is het ook. Stel, hij zou dat maar één keer zeggen, of hij zou één keer ook willen zeggen, please leave me alone. Without a doubt zou je het meteen doen. Dan is het klaar. Maar omdat je geen helder antwoord hebt. Maar dat komt omdat we ook nog steeds niet zeker weten of hij nu daar nog steeds woont. Ja. Weten dat hij daar heeft gewoond. Of niet, wat dat heb ik. Oh, wat doet zij? Ik stik in een soort vieze koffiedrap. Oh. Ik heb de hele tijd dingen van in mijn koffie in glassen en stik in koffie. A weekend of touch, but we can go. Doing my God made from Lego. All the vows vowed, called your name. Keep your stay clean of me. I feel of you so many times this week. Those eyes open, close, I can't forget to fall asleep. Omdat ik gestuurd had dat we een beetje in de put zaten, omdat we Gregory niet kunnen vinden. Beste Ilse, Lonne en Wouter, blij te horen dat het zo goed gaat. Wat betreft Perelman, blijven volhouden. De aanhouder wint. Of, waar een wil is, is een weg. Tussen haakjes, wil is Wouter, Ilse, Lonne. Vriendelijke groeten, Arno. Ilse is zo lief op Arno. Ja, maar dat er iemand dat zo lief zegt. Wil heeft zelfs een soort wiskundige formule. Oh, Wil!
Snap je het? B.I.L. Wouter Ilse Nonnen. Dat is heel, dat snap ik. Dat is toch lief? Kun je nog iets met tranen produceren? Doe eens je best. Wacht, laat het misschien. Wacht even als je nog iets meer langer naar de mail kijkt. Arno. Ja, we zitten echt in de put en we kunnen Pereman niet vinden. Het lukt me niet, ik blokkeer. Dit is net als met Pieter Feijen toen. Oké, dames, dag 4. We gaan het filmpje laten zien aan het meisje bij de balie. En heb je het oortelefoontjes? Ja, die neem ik mee. Oké. Nou, top. We gaan eerst naar de balie. Zet hem op, guys. Well, he, like, the name of the guy is Grisha. Yeah. It's like the diminutive from Grigori. Yeah. So, and he's telling, like, Grisha, he is not here. Well, I guess you understood it perfectly. And then he was telling something that before you, there were, like, some people, probably from the government, because they were wearing, like, military suits or something. Mm-hmm. Oh. Like, the day before you. Yeah. Like, they, and they came. Oh. Something like that. Yeah, like the police were looking for him the day before you. Really? Uh-huh. Yeah, that's what he's telling. Well, at least like someone who represents like the government. Yeah. Okay. Like not the police, but something like that. Okay. Is there anything else no. that you were... No, yeah. This is it. Now you see. So guys, I guess you were not the only one who were looking for oh, Mr. my God. Perelman. He's been arrested? Well, if you want, I can look it up like in the Russian news if there is anything. But, well, I guess there is nothing, actually. Yeah. Maybe he, or he didn't pay the rent or something like that? Well, you know that you shouldn't pay for ages so that the police will come, so I don't think it's this. I think it's something else. Maybe something that might be connected, like, to his work, rather than just paying for rent. Because if the police comes, does that always mean... it has to do with a crime, or can it be here in Russia? Well, actually, yes, I think it's... I'm not really good in these questions, but I would say that, like, it has something to do with the some kind of crime, so, like, you know, at least he is, like, they might be suspicious about something. Yeah. Well, it's hard to tell. But anyway, he still lives there. I think, like, you know, like, officially, he like, lives there, but probably he went somewhere else so that they won't find it. Yeah. That's a possibility. Wow. So that's why, if even if he's inside, he just wouldn't open the door. No. You know, because they have, like if I'm the police, I should have, like, a special order, like, the special paper, the official one, so that, like, I can break the door. Yeah. If the door is not opened, then I cannot just, like, forcibly, you know, like, break it or something. No. So, probably he's even inside his flat, but he just wouldn't open the door. Yeah. And maybe you kind of look suspicious a little bit, because you were, like, speaking English and something like that. Or I would say that he is, like, definitely not in his flat. No, so that's his official apartment, but he's... Yeah, that's what I think. Wow. Okay, guys. Thanks. So much. Thanks. Okay, well, come on, that's nothing. Okay, I'll see you. Don't be so upset. No. Yeah. Oh my God. Wat heb je er? Nou, je zit in Londen. Ja, je bent bij de master ontwikkeling niet geweest. Nu ga ik je wat vertellen. Toch nieuwsgierig. Ja. Nu ineens. Dat snap ik. Pereman wordt gezocht door de politie. Hij is gearresteerd. Ze zijn maar op zoek. Dat was de politie. De politie. Dat is ja. Oh, de wat politie, heeft hij gedaan? De politie was, hij zei, hij is weg, de politie kwam hem halen. Nee, de politie kwam hem halen. Ja. De politie heeft hem meegenomen. Ja, dat is een soort van onduidelijk. Dat weten we niet. Zij dacht misschien
dat was hij gevlucht is? Nee, zij dacht, misschien staat de politie voor de deur. Zij dacht, misschien staat de politie voor de deur, is voor de deur geweest. En daarom doet hij dus nergens op open en is hij misschien gevlucht of wat dan ook. Ja. Of hij is gewoon meegenomen door de politie. Ja. Maar wat heeft hij dan gedaan? Want ja, dat weet ik niet. Maar daar kunnen we nu achter komen. Ja, zij gaat nu de kranten sowieso ook in de gaten houden. Zij, als het uitkomt wat, waarvoor hij gezocht wordt. Wat een timing. Maar we moeten even vragen. Of de politie was er de dag voor ons. Dus eigenlijk de dag dat wij er ook waren. De dag dat wij er ook waren met de brief. Wat onvoorstelbaar. Dit is toch niet te maar bedenken. Maar we kunnen misschien wel even. Ja, maar we kunnen misschien wel even trouwens, denk ik, nu aan haar vragen. Als ze even googelt op Gregory Peelman gearresteerd of zo, of dat er niet verschijnt. Ja. Ja, dit is shocking, hè? Maar ook absurd, want ik had van alles verwacht: van nee, ga weg. Ik heb er niks mee te maken of whatever, maar niet. Maar ik zei ook al tegen Ilse, dit is precies dat moment in de documentaire dat er iets gebeurt wat je niet verwacht. Nee, dat is dit. Ik vind het ook zielig weer wel echt. Wat hem overkomen de hele tijd dingen die hij niet wil in zijn leven. Of hij is een soort crimineel. Ja, Julian Assange. Ja. Omdat hij klokkenluider. De klokkenluider over de corruptie in de. Maar het de is wel leuk dat jij meteen weer een held van probeert te maken. Ja, natuurlijk. Ik kan dat beeld niet opgeven, ik jongens. Ik denk dat hij heeft gestolen. Ik kan het niet als crimineel zijn. Misschien is het ook echt wel zo simpel dat hij gewoon eten heeft gestolen dat in de supermarkt. Denk ik denk dat. Oh, joh. Hallo, Anatoly Vershik. Hallo, this is Ilse. Hallo. Hallo. Yeah, we're fine. We're fine. Yes. And I was wondering if you did had any contact with Mr. Smirnov yet, or... Yeah, okay. So Lotkin will introduce us to Smirnov, but Smirnov has very few time, so only maybe 10 minutes, so we prepare some short questions. Okay, yes, and the meeting, we will be at the Steklov at 5:30 this afternoon. Yeah, perfect. Yes, thank you so much. Thank you so much. Bye-bye. En we kunnen korte vragen stellen, maar zeker over Perelman en ook wat hij denkt, wat de situatie rondom Perelman is nu. Dus dat zou ons wel eigenlijk En daar moeten we ook best wel snel naartoe gewoon. Want we hebben maar 2 vragen, want hij moet binnen 10 minuten die meeting hebben. Precies, en meer tijd heeft hij ook niet. Oh, ik had dit nog niet moeten lezen. Wat? Oh. Oké, we krijgen een mail terug van Lena. Ik had gevraagd van waarin we vroegen van waarom zou die politie daar kunnen staan. Hey, I found a news from March 15th about that. It says he wasn't seen for a long time walking with his mom and police thinks he hides her body in the flat. I will send you the link. Niet. Dat is een soort van Norman Bates. Wel, waar we het gisteren over hadden van... Stel, hij is zo eenzaam en zijn moeder sterft. Gaat dood. Maar wie had dan gedacht dat hij... Maar wil je alsjeblieft nog één keer voorlezen? Yeah. Hey, I found the news from March 15th about that. It says he wasn't seen for some time walking with his mom and police thinks he hides her body in the flat. I will send you the link. That's disgusting. 15 maart. Dat is toen wij aankwamen. Dit is ongelooflijk. Je hoort jaren, hoor je hier niks van. Hoe kan dit? Man. Wat zijn de kansen? En nu is het inderdaad... Is dit in het nieuws? Maar ja, dan is het wel. Dan is de buurman heeft niet gelogen. Nee. Dit bericht verschijnt niet zomaar op internet. De politie is daar geweest. Sorry, maar 15 maart. De dag dat wij aankomen. We weten dus niet wat er is gebeurd. Ja. Oh, maar misschien toen wij daar voor de deur stonden, dan lag er gewoon hij zat binnen met een lijk van zijn moeder. Nee, wat ze hebben denk ik wel. Ja, het is weer mijn te heftige fantasie. Maar ik bedoel, we weten niet of hij daar nou nog steeds zit met een lijk of dat de politie daadwerkelijk binnen is gekomen. En dat nee, want het nieuwsbericht zegt, de politie denkt dat hij daar binnen zit met zijn moeder. Thank you.
from Holland. From Holland. And yesterday we were here and we had about an hour with Mr. Verschik. And so he told us we're in sort of for a theater project. What project? A theater. Theater? Yeah. About absolute truth. So we're making this parallel with art and math. So we had some questions for Mr. Verschik about Gregory Perelman. And now he said we could ask Mr. Smirnov some questions. Okay. So that's about it. The problem is that Perelman and Smirnov had the same teacher. Oh, really? It's the unique person in the world who had two field medalists among his students. Two field medalists. Smirnov is one. Smirnov and Perelman is Wow. And he was, we believe, in contact with Perelman for till 2010, about? Who? Mr. Smirnov. Yes, he was in contact, but it seems to me that he lost contact also. How do you think that's possible? Mystery. Yes. Yeah, so I don't know, we have been in St. Petersburg to film something and just see the city and... Okay. So let's hope. Yeah, we'll just wait How here. How can we recognize Mr. Lotkin? I will tell him. Oh, great. Thanks. Thank you. Ik dacht, ik zeg ook maar dat we hier ook zijn om de stad te bezoeken, want zijn blik verstaarde een beetje. Maar het was een best een ongemakkelijk gesprek. Misschien krijgen we weer de blik. Ja. De blik gaat dan zo, eerst nog ontspannen. Zo van, oh, we zijn jullie hier. En dan hoor je veel. Ja, een beetje wel. Ja, maar ja, dat mag ook. Maar ik snap ook wel dat ze er moe van zijn. Tuurlijk. Daar moeten we natuurlijk niet aan voorbij gaan, is gewoon de andere man die een field medal heeft gewonnen. Dat is een hele grote naam. Dat is een soort de sociale versie van Gregory Perelman, misschien net zo briljant. Nee, hij is sowieso zo briljant, anders win je zo'n medal niet. Oh jee, nu realiseer ik me dat ineens, dus bedenk ik, wat wordt de vraag die we hem stellen? Ja, we wel gewoon, 1 minuut. Wel wat we afgesproken hebben. Dus hoe het nu met Perelman gaat, maar leidt het vooral goed in vanuit research, absolute truth. Daarom is een van onze inspiraties Gregory Perelman. Weet je, we zijn hier. En dan de vraag. Ja, precies. I'm not sure he is. He's here yet. No, we'll just... Wait, maybe. Hello. Oh, here is. Oh, really? Hello. Is it possible? Sorry, from Poland. People from Poland wanted to. Me? Yes. Do you have like 2 minutes? Maybe? Yeah, gladly, sure, yeah. We Hello. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you. Hi, Lomme. Hi. Ilse Chaminet. Hello. 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 We're a small theater group from Holland. Yeah, okay. And theater means mathematics, yeah. Exactly. We're like finding the parallels between mathematics and art in the way we're doing research for does absolute truth exist? Oh. Oh my god. He was just going to a meeting and then we were this was the trap. So everything doesn't exist. Well, I think in math it does. Yeah, we would like to think so. Yeah. We like, yeah. Yeah. So, and yesterday we've spoken to Mr. Verschik. Yes. Yeah. And there he is. Yeah, there he is. Yeah. Pretty looking. And one of the symbols, like inspirations we had, is Mr. Gregory Perelman.
Oh my god. Ah, cut this, yeah. Yeah, have a camera. Yeah. It's really common to say that. Oh my god. No, I mean, yeah. I don't want to comment on Mr. Perms. Oh, yeah. Oh, let me just stop this. Yeah, great. Oh, we took him by surprise. Yeah. Maar ook wel leuk om nog iets inhoudelijks in te vragen. Yeah. So, then Mr. Versik thought we might, could ask you some questions about him. Do you think that's okay? About Mr. Versik? About Mr. Perelman? Well, it's actually just one. Prefer not to? No. No. I don't think he wants to give interviews or speak about himself, so I think one has to respect his wishes. Yeah, of course. Yeah, I think that's a really strong and nice answer. Or we talked to Mr. Lotkin, and he as well told like everyone can behave as he. Oh yeah, certainly. Well, I mean, like, unless he kills other people. Or no. Yeah. And could you? Because you worked with him, like you were. No. I was a student when he was a graduate student, so. Mm-hmm. And you, of course, as well, got the field medal. Yes. Yeah. So that I think that he would think is a connection. I don't know. No. And maybe then it's interesting. Do you believe that absolute truth exists? As a last question. Hello. I don't want to think about this because it would drive me crazy. Do you think absolute truth exists? Well, yeah, okay. Read his t-shirt. I can prove it only takes me 8 hours. It's from my students. Yeah. And then they're like, okay, no, never mind. Oh, great. No, but it's an interesting philosophical question. People say that mathematics is a science, mm-hmm. but usually, well, it's not really a science in the, because we have natural science like physics or chemistry, which mm-hmm. have this thing developed, well, Greek started, but basically during the Renaissance, the scientific method that you formulate some hypothesis which explains things, and then you check with other phenomena, and if it works as long as it works. Mm-hmm. And then there are social sciences which are sort of similar, but they study us, philology or sociology or to some extent economics. And then there are a couple of sciences like philosophy and mathematics which sort of stand aside. So some people say that those are formal sciences, so they study some formal concepts, or some say that those are not sciences. So in mathematics you don't have what is called scientific method, because basically either you prove the theorem it is correct or you didn't. You might not be able to check the proof, or you might not be able, don't see a mistake that happened. The famous historical case where people for 30 mm-hmm. years thought that something is. But that's sort of a difference. So in that sense, there is an absolute truth there, but I think it's still a bit scary that majority of statements are somehow decided. If you don't know it. And maybe a last question. Yes. I wonder, because in the math or mathematician world, I like figured when you search for the truth, is it like a total dedication to this one thing, or can you work with several problems at the same time? It depends on the person, but I think most people, they work with several problems. If you just think about one thing, it drives you crazy, so you take time mm-hmm. off thinking about other things. But there are of course people who are who just focus on one. Yeah. Okay. Okay. Thank well, you it's so much for a great time. Pleasure. So yeah. much. Thank yeah. you so much. Have a nice meeting. Yeah. Thank so yeah. Thanks a lot. Bye. Goed eruit. Ja, bedankt. Ik dacht nu gaan we het inhoudelijk over wiskunde hebben, terwijl we dat eigenlijk juist ook weer niet wilden of zoiets. Ja, ik blokkeerde een beetje, dus bedankt voor de redding nadat hij zei, nee, daar ga ik niet over praten. Het is ook wel mooi dat je ergens meteen die muur voelt van pomp. Ja, het is een muur. Ja. Ja. En het is dus toch nog wel meer aan de hand dan misschien... omdat ze zeiden van nou, het is nu al een paar jaar niet. Mr. Lotkin, thank you so much. Ja, thank you so much. And have a nice meeting. Thank you.
misschien een goede vraag om na te denken. Nu zijn we zo heel erg in zijn voetsporen aan het treden en proberen informatie in te winnen over hem en steeds dichterbij te komen. En hè, zo willen we ook morgen naar zijn school. Maar misschien moeten we bedenken, willen we naar zijn school of willen we nog een soort andere, zeg maar, wat wordt daar anders dan hier? Of moeten we nog op een andere manier op zoek naar de waarheid en onze parallel? En we confronteren ons wel Pingelman-achtig met de werkelijkheid. Ik denk dat Paul de Bruyne het goed weer goed gênant vindt hoe wij hier dan tegen een van de allerberoemdste, hooggeplaatste field medal winnende en dan zo: hallo! Ik ga naar buiten, jullie? Ik moet plassen. Loop jullie, ja. Mag, als jullie nou eerst even documenteren, even die deur uitlopen. Oké, dan kom ik daarna wel terug. Alle kanalen, oké, okay, Steklov loopt dood, Smirnov loopt ook dood. Maar we morgen de laatste dag in de gevangenis te zien zitten. Nee, maar dat ziet hij toch niet. Maar, want, zeg maar, wat stel jij voor, wat stelt Lonne voor? Nee, het ware, nee, is was dat niet het was niet voorstel. Even het voorstellen, maar ik zei meer van met wat we nu meemaken en hoe we aan het zoeken zijn. En we hadden het over, moeten we een einde verzinnen of niet? En Ilse zegt, daar wil ik nog helemaal niet mee bezig zijn. Want we zijn nog bezig. Ja. Toen zei ik, van dat klopt. Maar de wending die het nu weer krijgt, is bij mij de vraag. Zijn we op een goede manier aan het zoeken? Voor mij is in ieder geval duidelijk dat hij niet gevonden wil worden. Dat alle mensen om hem heen dat respecteren. En dat ik wel voel van, oh ja, wat dan? Dan weet ik niet in hoeverre het ook nog zuiver voelt om op hem te. Ja, ik wil niet het woord jager gebruiken, want dat is juist niet wat we doen. Maar, nee, snap want je? Het is wat Ilse zegt, dat zijn we niet, maar we voelen ons nu natuurlijk zo, omdat we net niet de kans gedrukt. Kregen. Ja. We zijn nu twee keer in één dag of in twee dagen zo bestempeld en behandeld, waardoor ik me nu zo voel. Maar Ilse zegt net terecht, dat zijn we niet, want we zijn geen vieze, smerige mensen. Maar het voelt nu zo, omdat we net wel zo aangekeken zijn. Ja. Niet dat die man het anders had moeten doen, helemaal niet. Want die doet het is heel goed. Duidelijk ja. En hij respecteert het. En, maar wij ook, en die kans krijgen we nu. Nee, wij respecteren hem ook. En dat voelt even gewoon misselijkmakend. Ja. We staan hier nu weer voor
derde keer. De derde keer voor het appartement van Grigori. Het is de laatste dag eigenlijk ook, hè? Ja, en we waren aan het denken een manier om onze documentaire te eindigen. Want we weten niet wat er met Perelman is of wat hij doet. Roddel is, het artikel of dat er echt iets aan de hand is. Maar wat we wel op hebben gemaakt eruit is dat hij een soort de gewoonte heeft om met zijn moeder een wandelingetje buiten te maken voor frisse lucht of beweging. En dat zei het artikel dat hij dat al een paar weken niet heeft gedaan. Toen bedachten we gisteren eigenlijk van misschien is het super mooi om voor Grigori Perelman nog een keer zijn rondje te lopen nu we hier zijn. En ieder onze eigen gedachten daarover te laten gaan. Dus daarom, dus dat, zijn, we daarom zijn we hier. En het nog is eens. Ook goed om hier, want het is toch wel voor ons alle drie dat dit de plek is waar je hem het meest, waar je toch het meest hem voelt of bij hem in de buurt bent. Dit is de plek waar je om je heen kan kijken en toch denkt, oh, misschien loopt hij hier, misschien zien we hem. Dus dit is wel een hele mooie plek voor ons om het zoeken af te sluiten.
She only ever wants to count her steps. 18 she strides and she stops to abide by the law that she herself has set. That 18 steps is one complete set, and before the next 9 right and 9 left. She looks up at the blue and whispers to all of the above, don't let me drown, don't breathe alone, no kicks, no pangs, no broken bones, never let me sink, always feel at home, no sticks, no shanks, and no stones, never leave it too late, always enjoy the taste of the great, 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 great world of hearts. As all dogs everywhere bark, 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 it's worth knowing. Like all good fruit, the balance of life is in the ripe and ruined.